President Boutersen belooft beleid om US-dollarkoers te drukken richting 7,75. President Desiree Delano Boutersen belooft beleidsmaatregelen om het vraagstuk van de recente stijging van de US-dollarkoers in te perken. Dit pakket aan maatregelen zullen de koers moeten drukken richting 7,75 SRD per US-dollar. Recent is de koers, die lag rond de 7,75 SRD, vanwege een schaarste aan US-dollars gestegen naar 8,50 SRD. De president is op donderdag 16 mei 2019 tijdens een persconferentie op zijn kabinet ingegaan op dit vraagstuk. President Boutersen zegt dat er afspraken zijn met de financiële instellingen om maatregelen die in het verleden zijn getroffen en beperkend werken terug te draaien. Wetten zijn in voorbereiding met het oog op het opvoeren van de transparantie en garantie binnen de financiële sector. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.